Ja, we zijn dus nu in Museumpark Orientalis, dat gebouwd is eigenlijk om een soort plaatsvoorstelling in concreto te zijn. Er is het meer van Galilea nagemaakt. En ze hebben een dorp gemaakt, een synagoge, Bedouinen, tenten, allemaal dat soort dingen. Zodat mensen zich concreet kunnen voorstellen hoe dat nou geweest is in het Heilig Land. En als je in gebed je de plaats kunt voorstellen, dan plaats je jezelf ook in die scène. En dan wordt het heel concreet, hè? Het evangelie is niet iets abstract, dat is iets dat jij leeft, waar jij jezelf inzet. En dan kun je Jezus ook tegenkomen, waar hij in der tijd gewandeld heeft. Toen hij eens langs het meer van Galilea liep, zag hij twee broers. Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer, Andreas. Hij zag ze het net uitwerpen in het meer, want het waren vissers. Hij sprak hen aan. Kom achter mij aan, en ik zal jullie tot vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Toen ik jong was, heb ik natuurlijk heel wat gevist. Dus ook met dit soort vissen, karpers. Lekker een stukje aardappel aan je haak en dan maar wachten. En dan, dat is natuurlijk heel anders dan roeping in het evangelie. Ja. Nee, dan is het bij mij toch wel iets brusker gegaan. Allee. Dus ook als jongen, je groeit dan katholiek op en dat trekt jou wel. En ik las heel graag heilige verhalen en van zo wil ik ook worden. En dan word je tiener en dan komen die hormonen los. En dan, ja, dat is dan toch wel onzin, hè? Hmm. Nou, die roeping en nee, ik wil trouwen, ik wil 6 kinderen, ja. Ja. Enzovoort. Ja. Maar dan is er bij mij echt een omschakelmoment geweest. En ik kan nog precies zeggen wanneer. Ja, gewoon van binnenuit kreeg ik die zekerheid die ik eigenlijk nooit meer verloren heb achteraf, van dat wil ik ook. Mijn leven aanbieden aan Jezus. Ik heb dan toch op een heel bepaald moment, heb ik dat als concreet ervaring, van heb ik ja moeten zeggen. Ja, ja. Ik vermoed dat jij dat ook gehad hebt. Ja, dat heb ik ook. Ik weet nog dat ik op de parkeerplaats ergens stond. Ik werkte in 8 kerken en dat ik mijn moeder belde en zei, ik heb besloten nu dat ik jezuïet ga worden. En dat was een achternamiddag, dat het gewoon met grote helderheid de zaak over mij kwam. Maar daarvoor waren natuurlijk allerlei keuzes al geweest. Ja, bij mij is het dus op zich geleidelijk gegaan. Dus ik herinner mij dat als ik als kind naar gelovige kampen ging en dat ik daar mij op mijn plaats voelde, kon en voetballen en iets aan geloof doen. Ik herinner mij dat ik met heel veel plezier in de kerk zat, gewoon de stilte van de kerk. Een jongetje van 12 of 10 of zo. En dat is zeg maar gegroeid. En als ik denk over mijn roeping, dan heeft het daar iets mee te maken, de ruimte van God beschikbaar willen stellen voor mensen. En wat ik heel aardig vind is dat je zowel je gedragen kunt voelen in het proces van dat groeit, een roeping die aan het groeien is, als dat je je gedragen kunt voelen in een keuze die je hier en nu maakt. Wat ik geweldig vind is dat Ignatius voorkeur heeft voor het normale. Ja. In je gewone dagelijkse leven, nothing spectacular. Gewoon, ja.